Mijke van Wijk met Mijkersmiddag Live. Welkom op Radio 6 NTR. Radio 6. Vrijdag de 13e bracht alles behalve ongeluk bij Mijkersmiddag Live, want we hadden een geweldige line-up, zoals gewoonlijk, met een heleboel jong talent. Onder andere deze Nederlandse soul- en funkband Straight From The Fridge. So we try to make things work and move on slow. That we can be one. Oh, yeah. Buiten was het een beetje koud en regenachtig, maar binnen was het warm en zonnig, want er was Zuid-Afrikaanse jazz van de Happy Note Society. Ik weet niet meer wie het was, maar iemand drukte mij een cd in de handen met swing and jive uit de townships, jaren 50 townships muziek, big band muziek, kleine en grote jazz combo's. En dat was instrumentale muziek. En dat was eigenlijk precies wat ik dacht, ja, dat moeten we gaan doen. En toen was ik met diverse blazers al bezig in andere combo's en in groepen. Onder andere een ska-band, de Backbeat Collective. En, ja, en zo is dat begonnen. Met die blazers zijn we gaan kijken wat we konden doen. En zo zijn de Happy Notes ontstaan. En saxonist Olaf Zwetsloot die was er ook met een geweldige band, zijn eigen kwartet. En zij speelde stukken van zijn nieuwe cd en die heet Shadows. Jarenlang niet gespeeld. Op je website schrijf je daarover I Got Injured. Wat was er toen gebeurd? Nou, ik had gewoon te veel geoefend. Ik was te gestrest eigenlijk überhaupt in mijn leven. Het is heel moeilijk om te ontspannen sowieso. Maar er zat van alles scheef in mijn rug, dus ik moest echt stoppen. Trombonist Michael Rurby, die je onder andere kent van het Blazing Quartet, van de Rob Mossert Hammond Group Extra Large, heeft ook zijn eigen band. En dit is de eerste single van de nieuwe plaat. Het leuke is wel dat in principe als ik trombone oppakt en daarop speel, dan is het de Michael Rurby sound. Maar in een muzikale context van een groep, dan zit nu veel meer van het Scandinavische weemoed bij deze nieuwe plaat, bij de muziek. Maar ook nog een klein beetje de hectiek van New York. Dus dat zijn mijn twee buitenste punten eigenlijk.